Ik zie die kaart en ik denk, vrij fysiek mannetje. Aardige verdediger. Ik heb wel een idee. Heb jij een idee? Denk je dat ik dit kan zijn? Ja. Ik denk het wel. Nou Mats. Shoot is niet heel lekker. Nee. Wat is dit? Passing. Nou, ik moet zeggen, dit is voor een verdediger vrij hoog, dus dan weet ik denk ik wel wie het is hoor. Ik denk Marco Rente. Ja? Ja, ja. Wat denk jij? Ja, het zal niet mijn pace zijn, denk ik. Dus Marco Rente, maar toch? Ja, tenzij, ja, ook fysiek is hoog toch? Dus ik denk niet dat het een back is. Het is een verdediger. Mogen we hem weghalen? Marco Rente. Hoppakee. Hoppakee. Trek dat ding eraf. Ja, is dat goed? Ja, prima. Maar ik denk dat hij misschien nog wel hoger snelheid mag hebben. Ja, hij is vrij snel. Die is echt heel snel, hè. Verder? Ja, hij mag een beetje gaan trainen op de fietsen, denk ik. Maar, matige is wel paas. Ja, moet aan gewerkt worden, maar voor de rest ziet het er prima uit. Hoor. Ja, degelijk hoor. Ja. Nou, kom maar door met het volgende. Dit is een keeper, vriend. Ah, oké. Okay. Dit is diving, kicking, reflex speed, positioning en... Oké, okay, duidelijk. Handling. Ball handling. Mooi. Ja, maar ja, deze weet ik niet zeker hoor. Kunnen er drie zijn, maar volgens mij heeft Bukker zilverkaartje, maar dat weet ik niet zeker. Ga niet kijken. Is dit zo haar? Dan zou het zo eens Jannis kunnen zijn natuurlijk. Nee, Jannis is hoogst van het team. Dus dat is niet dit? Nee, dit is een bronzen kaart. Deze is 64 of lager. Dus dat is of Jalving. Ik denk Jalving. Ik denk dat Dame en Bukker hoger zijn, maar weet niet zeker. Zullen we eens kijken? Kijk jij maar even. Oh, wel Bukker! Buk. Toch Buk. Nou, ik denk als we de start van het seizoen zien, mag je wel iets hoger zijn, toch? Vinden we van dit sikkie? Vrij matig, hoor. Vind jij? Buk mag wel hoger, toch, dan 62? 62? Ja, na afgelopen seizoen. Ja. Denk het wel. Kan wel iets hoger. Buk is wel zilverkaart. Iets meer credits voor Buk, vind ik. Ja. Maar helaas Buk. Volgende. Aardige verdediger. Ik heb wel een idee. Heb jij een idee? Denk je dat ik dit kan zijn? Ja. Ik denk het wel. Ja, dit zou zomaar... Maar dit kan niet. 48 paas. Jouw linkerbenen toch wel heel aardig hoor. Eerst even kijken wie het is. Weet jij het zeker al? Ik durf mijn geld er wel op te zetten. Oké, ik niet. Oké, je hebt gelijk. Oh, op de tweede kant. Ja, Mats, vertel eens. Nou, ik ga met Marco trainen op mijn schot, denk ik. Maar wat vind jij hiervan? Ja, fysiek ben ik dik tevreden. Ja. Defense ook wel. Dribbel ook wel. Ja, 54 dribbel. Ja. Tevreden. Als een CV. Oké. Okay. Ik denk dat dit wel iets hoger kan zijn, zelf ook niet. Welke? Nou, mijn passing is niet zo matig. Nee, nee, nee. Maar pace toch ook niet, toch? Nee. Mag zeker net 60 iets, zijn, toch? Net iets boven het gemiddelde meestal. Statistiek. Ja. Kunnen maar ze nog wel... ik moet zeggen, 68 is niet, niet slecht, toch? Ja. Ja. Nee, nee, niet slecht, maar... kan wel richting de 70, toch? Ah, dankjewel. Ja. Vind ik mooi. Ja, tuurlijk. Door naar de volgende. Als ik die statistieken zie... ja, CVM of een backie. Ja. Ik denk een backie, ja, maar anders zijn ze, is passing hoog. Ik denk... die pace ik denk, is ook vrij hoog. Ik denk dat het Ruben is. Wat denk jij? Zou ik dan iemand anders? Nee, het is niet Noah. Zijn pace is iets hoger, denk ik. Ja, ja. Nee. Ja, ja, ja. Eens kijken. Nee, je moet nog zeggen wie het is. Jij hebt Ruben? Ja, ik denk Ruben of... dan ga ik voor Jackie. Nee, Jackie is hoger, denk ik. Of Polly misschien. Maar ik denk Ruben. Polly, ja, toch Polly, hè? Okay. Netjes. Vrij snel ook, klopt wel. Fysiek ook. Was mijn tweede keuze, best aardig hoor. Ja, Polly, ja. Best aardige kaart, ja. Al met al. Is duidelijk. Polly. Prima sikkie. 63. Ja, dit is wel een goed sikkie. Prima sikkie. Polly. Goed kaartje hoor. Maar Polly heeft dus een betere paas dan jou. Dan jij. Wat vind je daarvan? Wat ik daarvan vind. Ja. Ik wil Polly ook niet in discrediet brengen. Dankjewel.
Ja. Het lijkt alsof jij het alweer gelijk weet. Maar... Ja, volgens mij ben ik dit. Oké. Vrij fysiek man. Ja. Ik denk dat ik dit ben, maar ik weet niet 100% zeker, maar ik ga er eigenlijk wel van uit. Het is altijd een beetje wat ik heb, maar... Schot... Ja, hij mag wel hoger, zit toch? Zit er prima in, toch? Maar 69. Is toch goed of niet? Nee, 70 nee? plus minstens. Oh, okay. Ik vind 62 snelheid ook niet heel hoog. Dat is niet heel hoog. Nee. Maar goed, ja, je moet ermee doen, maar ik... Zullen we eerst even... Sierhuis zou je hem hebben. 68, Mats. Naar beneden, Net als jij. 68. Dat is toch mooi? Ja, zijn we allebei even hoog, dat is toch mooi? Ja, dat is mooi. Maar, Sira is toch één puntje meer bij fysiek. Ja, precies. Valt ook over te discussiëren, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, bonkig mannetje, klopt wel. Ja. Mooi. Klik je zo even. Ja, niet te lang over praten, even met Afrika. Ja, is dit Bilal of niet? Is vrij rap. Ja, die was heel hoog, toch? In, ik denk, race? Volgens mij is dit man van het weekend. Yo, Della. Ik denk Della. Dat is ook zo'n 66 fysiek. Hij heeft een hogere verdediger dan ik, hè? Wat vind je dat? Ah, dat... Dat kan niet, hè? Nee, dat is wel bijzonder. Maar volgens mij is dit Della redelijk... Dit is wel een aardig kaartje, hoor. Wat is jouw schot, hè? 69. Ja, zijn schieten mag ook wel iets omhoog, ja, hè? Ja, kan wel. Fysiek ook wat eraan. Fysiek ook zeker. Vrij sterk. Balletje man. Vasthouden, geen probleem. Ja. Dribbel 70. Bergzorg. Delano Bergzorg, ook 68. 68, helemaal niet slecht. Mag je met ons meedoen? Ja, zeker. Mooi afsluiten. Ja, uitstekend. Ja, wil jij nou een van deze kaarten winnen? Check dan de caption onder deze post. Reageer en maak kans op een van deze kaarten. Succes!